Welkom bij Vives. De mooiste tijd van je leven staat je te wachten. In dit filmpje leer je wat studiepunten zijn, wat leerkrediet is, wat de link is tussen studiepunt en leerkrediet en waarom die link zo belangrijk is om van je studententijd de mooiste tijd van je leven te maken. Volg je mee? Elk vak dat je in het hoger onderwijs gaat volgen telt mee voor een aantal studiepunten. Dat kunnen er drie zijn of vier of vijf of meer. Hoe meer studiepunten op een vak staan, hoe meer je ervoor zult moeten werken. Per studiepunt gaan we uit van ongeveer 25 à 30 uur werk, inclusief de lessen. Hoe meer vakken je volgt, hoe meer studiepunten je dus opneemt. En hoe meer studiepunten je opneemt, hoe meer tijd jouw opleiding in beslag neemt. De meeste studenten nemen voor 60 studiepunten per jaar aan vakken op, maar dat mogen er dus meer of minder zijn, dat beslis je zelf. Een opleiding van 180 studiepunten, die kun je doorgaans afwerken op drie jaar. Als je je inschrijft voor hoger onderwijs in Vlaanderen, betaal je niet alleen inschrijvingsgeld, je moet ook leerkrediet betalen. Leerkrediet is ingevoerd door de overheid en zorgt ervoor dat je niet zomaar blijft studeren zonder succes. Wie afstudeert aan een secundaire school, krijgt gratis en voor niks leerkrediet. Die punten kun je gebruiken om te gaan studeren in het hoger onderwijs. Bij Vives bijvoorbeeld. Wie geen leerkrediet heeft, kan zich niet inschrijven voor een bacheloropleiding. Zo eenvoudig is dat. Maar gelukkig starten we allemaal met hetzelfde aantal, 140. Telkens je voor een vak inschrijft, moet je evenveel leerkredietpunten afgeven als er studiepunten op dat vak staan. Een vak van drie studiepunten kost je dus ook drie leerkredietpunten. En schrijf je in voor een heel jaar met 60 studiepunten aan vakken, dan kost je dat ook 60 punten leerkrediet. Maar nu komt het leuke. Je kunt dat leerkrediet ook weer terugverdienen. Als je slacht voor een vak, dan krijg je het leerkrediet dat je aan dat vak hebt besteed gewoon terug. De eerste 60 zelfs dubbel, als een soort van bonus. Alleen als je niet slacht voor een vak, verlies je het leerkrediet. De meeste studenten nemen 60 studiepunten per jaar aan vakken op. En hebben dus ook 60 punten leerkrediet nodig. Zolang je dus genoeg leerkrediet hebt, kun je verder blijven studeren. Maar als dat ooit niet zo is, bijvoorbeeld omdat je voor te veel vakken niet geslaagd was, dan mag je misschien niet verder studeren. Of moet je dubbel zoveel inschrijvingsgeld betalen. Daarom is het slim om tijdens je studies regelmatig stil te staan bij hoe het loopt. Als je je voor 1 december uitschrijft of van opleiding verandert, krijg je doorgaans je volledige leerkrediet terug. Tussen 1 december en 15 maart kun je nog je leerkrediet van het tweede semester terugkrijgen. Merk je dus dat je studie niet helemaal loopt zoals je had gedacht? Wacht dan niet te lang. Als je vragen hebt, dan kun je altijd terecht bij een studie- en trajectbegeleider. Die kan je dan advies geven hoe je het best je studies verder zet. Er zijn heel wat mogelijkheden, ook voor mochten ze dus tegenvallen. Maar dat hopen we natuurlijk niet. We willen niets liever dan dat je de mooiste tijd van je leven beleeft. Bij ons aan Vives. En als we iets kunnen doen om je daarbij te helpen, dan zijn we er voor jou. We leren je graag kennen.